Van Drongelen vindt dat hij wordt vastgenomen. Spanning troef op 6,5 minuut van het einde. Rob Schoofs achter de bal. Meteen op doel van de Voigt is gezien. Hij miskijkt zich compleet op die bal van Rob Schoofs. Verwachtende voorzet. Maar het wordt een poging op doel. En zo is het in de 84ste minuut 2-2. Van de Voigt anticipeert op een voorzet. Maar is dan gezien. En Schoofs, die had het ook gezien. En zo 2-2. Slim voor Rob Schoofs. En hij zet KV Mechelen weer op gelijke hoogte. Ja, er zijn nog 5 minuten te gaan.